Welkom op dit grote debat. Ja, Wim, we hebben er lang naar uitgekeken. En vader Peter buigt zich als eerste naar zijn microfoon. Lotte, die chattaal die jij gebruikt, dat is toch geen Nederlands meer? Ga jij zo je examens invullen? En ze zullen nu zien komen met een sollicitatiebrief vol met LOL en OMG. Ik wil allereerst eventjes zeggen dat ik mijn papa toch wel heel graag zie. Straf, ze speelt de emotionele kaart. Wordt dat haar strategie? Ja, Lotte, ik zie je ook heel graag. Net daarom dat ik er zo mee verveeld ben. Je moet je taal kennen. Het is eigenlijk verveeld zitten met iets. Lotte neemt duidelijk de leiding. Kijk, misschien heeft elke generatie gewoon nood aan haar eigen taaltje. Maar dat betekent toch niet dat we geen algemeen Nederlands kennen? De kandidaten mogen bewijsstukken aanvoeren. Uit recent taalkundig onderzoek blijkt dat jongeren helemaal niet vasthangen in hun chattaaltje, maar heel goed voelen wanneer ze moeten switchen van register, afhankelijk van de situatie of context. En in formele situaties halen ze sowieso hun beste Nederlands naar boven. Dat is voor onder vrienden. Tegen u praat ik toch ook gewoon? Ik geef u geen vlekjes. Vlekjes? V-L-E-K-jes. Vlekjes. Veel liefs en kusjes. Voilà. Moet dat nu echt? Die chattaal is toch wel heel extreem. Nooit eerder werden de spellingsregels zo met de voeten getreden. Dat is een mooie comeback van de papa. Ach papa, nu had je wel een heel prehistorisch argument aan, hoor. De opkomst van nieuwe media gaat altijd gepaard met klachten van de oudere generaties. Dat zag je ook bij de boekdrukkunst in de 15e eeuw. Mensen die zich heel erg zorgen maakten dat we niks meer zouden kunnen onthouden, bijvoorbeeld. En dat zijn klachten die achteraf wat ridicuul klinken. Die niet houdbaar bleken. Dat heb je nog later gehad ook met telefonie, radio, televisie. Ook daar zijn die klachten eigenlijk ongegrond gebleken. En ik denk dat we ons nu ook relatief weinig zorgen moeten maken. Al die paniek doorheen de geschiedenis en het algemeen Nederlands bestaat toch nog steeds, hè?